Morgen bij RTL 4. Om 8 uur ziet u de belevenissen van een vader, zijn dochter en een heleboel mensen die zich met hen bemoeien. In Mijn Dochter en Ik. Daarna de hoogtepunten uit André van Duin's carrière. Waarbij de bekende humoristische typetjes natuurlijk niet ontbreken. En de zoektocht naar het ultieme popidool gaat door. Er vallen steeds meer mensen af, maar het wordt ook steeds zwaarder. Idols om 9 uur. En om 10 uur onderzoekt Grissom de moord op een fotograaf in Crime Scene Investigation. RTL 4, je raakt niet uitgekeken. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Landal Green Parks. Toestand neergestoken docentenbegeleider, zorgwekkend. 220 asielzoekers van de 10.000 schrijnende gevallen mogen toch blijven. Na een maand afwezigheid is Berlusconi weer zo goed als nieuw. RTL Nieuws. Goedenavond, het late nieuws. De 59-jarige man die vanmiddag op een school in Amsterdam-West is neergestoken is geopereerd, maar zijn toestand is nog steeds zorgwekkend. Hij ligt in het VU ziekenhuis op de intensive care. Over de dader is niet meer bekend dan dat het een man is van 35 jaar die een afspraak had op de school. Hij is direct na de steekpartij door de politie gearresteerd. Opnieuw verslagenheid op een school, dit keer in Amsterdam. Ook bij de leraar heeft de steekpartij een enorme indruk gemaakt. Verslagenheid, zij zijn heel verdrietig, gewoon ook aangeslagen. Een soort verlamd. Ja. Het incident gebeurde vanmiddag rond 2:30 op de Monseigneur Hermes School in Amsterdam-West. Een basisschool voor kinderen met hoorspraak- of taalproblemen. Het slachtoffer is een 59-jarige leidinggevende. Hij werkt niet als leerkracht, maar begeleidt docenten. Slachtoffer en dader kenden elkaar, ze hadden een afspraak op de school. Maar of het om een oud leerling of een ouder gaat, kan of wil niemand bevestigen. Wel is inmiddels duidelijk dat de directeur van de school de dader na de steekpartij op de school heeft gehouden. De directeur van de school kwam een man tegen die op hem een verwarde indruk maakte. Die heeft geprobeerd hem rustig te laten zitten, rustig met hem te gaan praten. Hij heeft hem ook iets te drinken aangeboden om in ieder geval de zaken rustig te maken. Inmiddels wist de schooldirecteur dat de politie geïnformeerd was. Dus die heeft geprobeerd deze man rustig in de school te houden. En toen is de politie gekomen en die heeft de man mee kunnen nemen. Over het motief is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk wat precies de relatie was tussen slachtoffer en dader. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken breidt het generaal pardon voor asielzoekers uit. 2100 mensen mochten van haar al blijven en in een ruim gebaar krijgen nog eens 220 mensen een verblijfsvergunning. 220 van de 10.000 asielzoekers die erom hadden gevraagd. Dat is zo'n 2%. Ik laat er ongeveer 2330 toe. En dat zijn er bijna 2100 onder de eenmalige regeling. Rond de 200 wat betreft de inherente afwijkingsbevoegdheid en de discretionaire bevoegdheid. Dus die mensen waar ik met een hart naar zou kijken. En dan nog 17 mensen die onder de Stari Mos-lijst vallen. En hier blijft het dan ook definitief bij? Hier blijft het definitief bij. De grootste groep valt dus buiten de boot en wordt het land uitgezet. Dat komt hard aan, bijvoorbeeld bij de familie Herbatovic uit Hoge Zwaluwe in Brabant. Agan Herbatovic vlucht in 1997 voor de oorlog in Bosnië. Hij is er zijn leven niet meer zeker. De Nederlandse overheid heeft er begrip voor. Agan krijgt uiteindelijk een permanente verblijfsvergunning. Hoi Ben. Hoi. De vrouw en dochter van Agan komen een paar maanden later naar ons land. De situatie in Bosnië is dan verbeterd. Zij doorlopen daardoor een andere procedure dan Agan. En dat pakt slecht uit. Hun aanvraag wordt afgewezen. Alleen Agan mag met de in Nederland geboren zonen blijven. De familie valt uit elkaar. Als ik heb een verblijfsvergunning en 2 jongens... waarom die vrouw en dokter moet terug? Dat snapt u niet? Ja, begrijp niet. Maar het gaat toch gebeuren? Ja. En minister Verdonk vindt dit geval niet schrijnend genoeg. Ze vindt dat het gezin best terug kan naar Bosnië. Maar de familie Herbatovic heeft daar niets meer. Hun leven is hier. Verdonk wil binnen 3 jaar zo'n 26.000 asielzoekers het land uitzetten. En daarvoor krijgt ze genoeg steun in politiek Den Haag.
Het kabinet wil voorlopig maximaal 22.000 mensen uit de nieuwe EU-lidstaten toelaten tot ons land. Vanaf 1 mei mogen werknemers uit de voornamelijk Oost-Europese landen legaal in Nederland aan de slag. Maar het kabinet vreest dat de arbeidsmarkt dan wordt overspoeld door goedkope arbeidskrachten. Volgens werkgevers en uitzendorganisaties valt dat wel mee. In deze kunststofkozijnenfabriek in het Brabantse Eersel zijn 4 van de 25 werknemers afkomstig uit Polen. Ze worden de flexwerkers genoemd. Het bedrijf nam ze in dienst toen er in de hoogtijdagen van onze economie geen Nederlander voor dit werk te vinden was. In Polen, normal payment is something about 200 euro. And here I get much more better money. De Polen worden hier naartoe gehaald door uitzendbureau Metaalflex. De maatregel van het kabinet om de instroom te beperken vindt directeur Van Heugden onzin. Polen komen alleen hier als er perspectief is. Het is eigenlijk een paniekvoetbal op voorhand. Want heel simpel, de Poolse mensen en Tsjechische mensen zullen niet naar Nederland komen als ze niet gegarandeerd zijn van werk en huisvesting. In de ogen van de bedrijven is de Pool de ultieme flexibele arbeider. Een harde werker en bijna nooit ziek. Ze zoeken een beter bestaan en in Nederland hebben ze het gevonden. Tijdelijk, want hun ultieme wens is werken in het vaderland. En aansluiting bij de Europese Unie brengt dat doel dichterbij. Spotten met het Koningshuis, ondenkbaar in Thailand. Het Europese ruimtevaartuigje Mars Express heeft vastgesteld dat er water is op Mars in de vorm van ijs. Het vermoeden bestond al, maar nu is volgens ruimtevaartorganisatie ESA het bewijs geleverd. IJs en water vormen een belangrijke aanwijzing dat er misschien leven was op Mars. De Mars Express cirkelt al weken rond de rode planeet en stuurt nu uiterst gedetailleerde foto's van het oppervlak. Daarop is volgens ESA slijtage door waterstromen te zien. Bovendien heeft de gevoelige apparatuur sporen van water gemeten. We have already identified water vapor in the atmosphere. We have identified water ice on the soil on the southern polar cap. Het succes is zeer welkom bij ESA, dat rond de kerst de Marslander Beagle 2 verloren zag gaan. Afgeslankt en met een gebruind en strak gezicht, als herboren, kwam de Italiaanse premier Silvio Berlusconi na een maand afwezigheid vandaag weer terug voor de camera's. In Italië weten ze het zeker, hoewel hij het zelf ontkent. Hij moet wel een facelift hebben gehad. Zo zag hij eruit bij zijn laatste publieke optreden in december. En zo ziet hij er nu uit, lekker strak in het vel. Volgens Italiaanse kranten zou hij zijn gelift in zijn hals en rond zijn ogen. En een Tibetaans dieet zou de rest hebben gedaan. Ho digiunato, ho ripreso, non ho fatto la dieta tibetana, non ho bevuto latte di cap. Mi sono divertito a leggere tutte le fantasie che sono venute fuori sui giornali. Sono dimagrito molto e soprattutto ho ripreso dopo le fatiche europee che sono state terribili. Een premier geworden mediamagnaat ligt al maanden onder vuur. Hij zou zijn politieke macht misbruiken om zijn zakelijke belangen te dienen. Pedro Ruizing, een van de twee Nederlanders die gisteren gratie kreeg van de Thaise regering, komt morgen vroeg al aan op Schiphol. Hij zit op het vliegtuig terug naar Nederland. Ruizing zat wegens drugsmokkel jarenlang in een gevangenis in Bangkok. De Thaise koning Bhumibol maakte het nieuws van de vrijlating bekend tijdens het staatsbezoek van koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander. Het nieuwe politieuniform wordt toch aangepast. Volgens de politievakbonden is het nu een Pipo de Clown-uniform. Het straalt te weinig gezag uit, de blouse schijnt door en door allerlei zakken op de jas zouden agenten gevaar lopen. Na maandenlang gesteggel met de vakbonden is het ministerie van Binnenlandse Zaken nu bereid om wat dingen aan te passen. Jos Verstappen zal ook volgend jaar weer in de Formule 1 rijden. De coureur bereikte vandaag een principeakkoord met de renstal van Jordan. De komende dagen zullen beide partijen de overeenkomst verder uitwerken om tot een definitief akkoord te komen. Verstappen reed het afgelopen jaar voor Minardi, maar besloot vanwege tegenvallende resultaten te stoppen. Wie zijn teamgenoot wordt bij Jordan is vooralsnog onduidelijk. Het boekhoudschandaal bij het Italiaanse zuivelconcern Parmalat heeft zijn eerste slachtoffer geëist.
Alessandro Bassi, een voormalige naaste medewerker van een financieel directeur Fausto Tonna, die nu vastzit vanwege de miljardenfraude, sprong vandaag van een viaduct. De man zou geen verdachte zijn geweest in het boekhoudschandaal, maar is wel ondervraagd door de Italiaanse justitie. In Amerika is de Dow Jones voor de tweede achtereenvolgende dag met verlies gesloten. De technologiebeurs Nasdaq stond tot een uur voor sluiting nog rood, maar wist de dag toch nog positief te eindigen. De Dow Jones daalde met 0,15% tot 10.568 punten. De Nasdaq steeg 0,2% en eindigde op 2.123 punten. En in Amsterdam werd de week afgesloten met een klein verlies. De AEX sloot op 357 punten, een verlies van 0,2%. Koningin Beatrix liet tijdens haar staatsbezoek aan Thailand weten dat ze geen last heeft van satire. Maar in Thailand zal niemand het in zijn hoofd halen een grap te maken over het eigen staatshoofd. De Thaise koning bespotten of beledigen is strafbaar. Hij staat op een hoog voetstuk. Koningin Beatrix maakte deze week mee hoe dat is. Beatrix is in Bangkok en dat zal de stad weten ook. Gigantische foto's van het Nederlandse bezoek staan langs de belangrijkste straat in de stad. Maar de inwoners van Bangkok weten even niet meer waar die mensen nou vandaan komen. Your man? The king. The king. The blonde guy is the king. Yes, I think. Fan or Spain? Spain? Yeah. England, maybe England. Voor wie twijfelt zijn er metershoge borden met uitleg, ook in het Nederlands. Dit soort vertoon is heel normaal in Thailand, want op bijna elke straathoek hangt hier wel een foto van koning Bhumibol. De 76-jarige vorst wordt hier openlijk vereerd. Elke avond begint het journaal op de publieke omroep met een minutenlang verslag van wat de koning vandaag weer heeft gedaan. Hij heeft een bijzondere positie, ook vanwege het boeddhisme waar hij gezien wordt als de filosoof koning. Het is een buitengewoon wijs man, heel veelzijdig. En hij wordt op handen gedragen door de Thai. Zijn onderdanen vinden dat Bhumibol zijn werk goed doet en dus geen kwaad woord over hem. En dat mag ook niet van de wet. In de Thaise grondwet is ook geregeld dat de koning niet beledigd mag worden en dat er geen kritiek op de koning mag zijn. En anders krijg je straf? Moet je gevangenis in? Het gebeurt niet in Thailand. Die kritiek is er niet. Dus ik weet niet wat er gebeurt als die er wel zou zijn. Nou, het verhaal gaat anders dat een Franse toerist wordt opgepakt na een onaardige opmerking over de koning. Voor Beatrix moet de Thaise behandeling een verademing zijn. In dit land is er geen satire en ook wordt de koninklijke familie hier niet ter discussie gesteld. Margarita Gate en Mabel Gate, dat had je nooit gehad in Thailand. Als de Thai dicht bij de koningin komen, gaan ze zelfs op de knieën. Beatrix wilde niet zeggen of ze zou willen ruilen met koning Bhumibol. Maar ze zei wel dat in elk land de monarchie zich aanpast aan de aard van de bevolking. En dat betekent voor Nederland dat wij dit soort borden waarschijnlijk niet snel zullen gaan zien in Amsterdam of Rotterdam. Erik Mouthaan, RTL Nieuws in Bangkok. En dat is over het RTL Nieuws van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6:00, 19:30 en laat. Alvast een prettig weekend en voor straks een goede nacht.